Vandaag mogen Maisha en ik de hele aflevering lang geen ja of nee zeggen. Degene die het vaakste dat wel doet, wordt in een megapit vol met creepers gegooid. Laten we kijken wie van de tweede pit in moet vandaag. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe Jungle Survival. Er is iemand terug. Hello. Het is de schilpa... Het is... Oh. Oh, hey. Jij bent er ook weer. Heb je tegen mij of tegen de schildpad? Ik heb het tegen jou natuurlijk. Maisha is weer terug. Dames en heren, wat een gezelligheid. We gaan vandaag meteen iets leuks doen met z'n tweetjes. We gaan namelijk een challenge doen. En we gaan, het gaat vanaf dat ik het uitgelegd heb, gaat het in. Wij mogen de hele aflevering... geen ja of nee zeggen. Ik mag het nu nog zeggen. Oké. Degene die het meeste doet, die moet... En dan moet je even meelopen. Kom maar mee. Kijk trouwens even naar de sugarcane. Oh, wat een mooie! Wow. Die is volgroeid. Oh, zo. Het wordt meteen even gefarmd. Ik ben twee afleveringen niet geweest en alles staat al meteen op zijn kop. Alles staat op zijn kop. We hebben progressie gemaakt. Ja, dat krijg je als je er niet bent. Hé, hey, ik hoorde jou iets zeggen. Ja, maar het ging nog niet in, hè? Nee, dat weet ik. Maar het ging nog niet in. Hier, voor de KFC staat een kleine arena. En in deze arena worden de creepers gegooid die de persoon die het vaakste ja of nee heeft gezegd. Aan het einde van de aflevering, die moet erin. Tegelijk? Nou, ja, het ligt er misschien aan hoeveel creepers het worden. Want voor elke keer dat je in overtreding gaat, komt er één creeper bij. Dus als jij het 5 keer zegt... Ja, precies. Dan komen er 5 creepers in de pit. Zeg je het 10 keer... Oh, dat mag ook niet. Oh, nee. Dan worden het 10. De challenge start vanaf... nu. Jullie gaan ook in het beeld. Ja. Nu durf ik niet meer te praten. Ik zei het al. Echt? Ik zei het al. Wat zei je dan? Kan je het herhalen? Ik heb het J-woord gezegd 1 keer. Ik ben nu gewoon eerlijk. Deze keer ga ik het toegeven. Volgende keer moet je opletten. Ik hoorde het echt niet. 1 punt voor mij. Ik voel me zo ongemakkelijk. Hoe, heb je dat ook? Wat zei je? Ik voel me zo ongemakkelijk. Ja, ik ook. Bam! Je bent geprankt! Je bent geprankt! En je zei het nog een keer. 2 punten voor Maisha. Oh, dat is echt heel erg moeilijk. Heb je al zin om die pit in te gaan? Enorm. We zijn trouwens flink wezen bouwen toen jij weg was. Jeetje, wat is het groot. Vind je het een beetje mooi? Heb jij dit gemaakt? Uiteraard. Echt? Je weet toch hoe goed ik kan bouwen? Valt mee. Vind je het niet mooi? Ik vind het heel erg mooi. En jij denkt dat ik het niet heb gebouwd? Ik heb mijn twijfels, ja. Daar zijn het weer. Nee. En daar zijn het weer. 4 punten voor Maisha. Heb je al zin in deze aflevering? Oh, ik hou dit echt niet vol. Stond het nu 4-1? Ja, volgens mij. Ik ga gewoon mijn mond houden. Ik ga gewoon... Ik ga niet meer praten. 5-1. Hè? Zo, wat een aflevering. Welkom terug. Ik ga echt niet meer praten. Oké. Ik weiger. Ik zal een beetje eerlijk zijn. Ik heb dit niet allemaal gemaakt. Ik heb wel een groot gedeelte gedaan. Ik heb hier de achterkant gebouwd. Ik heb alle koetjes zitten verbouwen. Ik heb hier ook nog een enchanting room gemaakt. En het idee was eigenlijk... Ik heb een beetje hulp gehad van Bob. Oh, Bob. Ja, een klein beetje hulp. Oké, waar is Bob? Zeg maar, je weet toch... Heb je iets gedaan met Bob? Ik heb niets gedaan. Maar Bob had wel een bericht achtergelaten. Oh nee. Hij had namelijk dit boekje achtergelaten. En daarna heb ik hem niet meer gezien. Oh nee. Oh. Nou, ik ben het nou echt helemaal zat. Ik wil dit niet meer. Hallo. Bedankt voor jullie hulp. Als bedankje heb ik de stal verder gemaakt. Bob heeft het gedaan. Inderdaad. Nu ga ik... Het is heel raar om het met jouw stem te horen. Urge kasteel, Marke. Groetjes. Hij is gewoon weg.
Inderdaad. Hij is op pad gegaan. Dus het is in ieder geval fijn om te weten, want hij was op een gegeven moment gewoon weg. En toen was ik eerst bang dat er iets mis was. Maar ja, hij is dus zelf op pad gegaan. Dus maar waar ik hoop... is hij dan heen? Ja, ik weet het niet. Moeten we niet op zoek gaan? Je bent echt slecht in het herkennen, maar ik zei daar... Oh, zei hij niet? Misschien. Ik probeer het eerlijk te houden. Ik zei het J-woord. Oh jee. Oh jee. Maar hij is inderdaad weg. Ik denk dat we nadat we naar het dorpje zijn geweest van de jagers, dat we misschien dan moeten zoeken naar Bob. Kijken of we hem kunnen vinden. Dat lijkt me goed dan. Inderdaad. Nou, dan gaan we dat doen. Ja. Het is een beetje raar. Oh, daar zijn het. Inderdaad, daar zei ik het. Opeens ga ik niet zo lekker, maar dat komt misschien ook omdat ik de hele tijd aan het praten ben. Nou, ik vind dat helemaal prima, want net ik tot de hele tijd. Ja, Geurs, zijn misschien in de buurt. Oh. Daar had ik je zo hard. Daar had ik je zo hard. Dat was geen voor mij. Ik zei het woord jagers. Nee, oké, dat was er dan één. Jagers? Ja. Zijn misschien in de buurt, dus we moeten oppassen. Oké. We hebben echt nog nooit zo'n rare aflevering gehad, volgens mij. Denk je dat dit de raarste is? Nou, het komt wel in de buurt. Dat denk ik ook. Laten we hierboven nog even wat slaps plaatsen. Dat is goed. Dan kunnen we hier een toffe geheime kamer maken. Want het idee was eigenlijk om via deze enchanting room naar boven te kunnen. En om dan bij die geheime kamer te komen van dit gebouw, van de stal. Oh ja, vet. Dus dat was een beetje het plan. Ik zal ondertussen ook nog eventjes wat eten geven aan de koetjes. Dat we daar even wat leather kunnen halen. Want ik vind het gewoon super belangrijk dat we überhaupt die enchanting room even af gaan maken. Want dan kunnen we naar dat dorpje van die jagers. Wat kan ik nu het beste doen? Ik denk dat het beste is wat jij kan doen. Misschien een beetje aan de achterkant hier dit gewoon dichtmaken. Ik bedoel, dit moet ook gewoon een huisje worden. En dan met dezelfde... zo? Ik weet niet echt hoe die... Nee. Ah, yes! Je zei daar in het Engels ja-woord, maar... Ja, dat tellen we eigenlijk ook gewoon. Ja, dat... Oh! Ah. Wat erg dit! Wat erg! Het idee was eigenlijk om juist het gebouw heel hoog te maken. Je ziet hier de pilaren. Dit is een beetje de hoogte die ik in gedachten had. En misschien is het ook zelfs tof om hier een toren op te zetten. Net zoals aan de andere kant, dan lijkt het echt alsof het één gebouw is. Ja. Precies. Anyway. Dit wordt echt niet leuk. Oh, dat ook nog. Heb je een wapen? Die heb ik bij me. Wat goed. Wat goed. Oh. Vind je dit leuk? Nou, ik vind het wel erg lastig. Kijkers, vinden jullie dit leuk? Laat even in de comment een J-woord of een N-woord horen. Of jullie dit een leuke aflevering vinden. Ik merk dat ik echt niet meer durf te praten namelijk. Dat heb ik ook. En je gaat ontzettend letten op elk woord wat je doet. Maar aan de andere kant is het ook je baan om leuke dingen te vertellen. En te spelen. Dus dat is een beetje raar. Dat is echt heel vreemd. Inderdaad. Ik ben ondertussen even de koetjes aan het voeden. Ik snap nog steeds niet wat ik nou helemaal precies kan doen. Even kijken, je wilt dus aan de andere kant ook een toren, maar ik snap niet wat ik dan het beste hier kan vullen nu. Ja, het lijkt mij heel leuk. Verdorie. Het lijkt mij heel leuk om de gebouwen een beetje aan elkaar te connecten. Dus in dezelfde stijl te doen. Ja, maar meer als in de hoogte in. Hoe kan ik hier... Daar zei je het. Wat zei ik? Het J-woord. Echt? Echt? Oh, oh. En waarschijnlijk missen we van elkaar al 10.000 keren dat we het zeggen. Daan! Ik word echt helemaal gek. Ik doe het niet eens expres. Dat is nog het ergste. Dit is allemaal per ongeluk. Allemaal per ongeluk. Allemaal per ongeluk. Hoe
lang doen we dit nog? Ik weet het niet. Volgende keer moeten we misschien afleveringen van 5 minuten gaan maken. Oh, ik vind het echt heel moeilijk. Ik ga in ieder geval wat boekenkasten maken. Oké. Okay. Kan ik daarbij helpen? Ik denk het niet. Echt niet? Echt niet. Kan ik nog iets anders voor je doen? Je kan wat kip maken als je wilt. Ik heb hier een kippetje. Is dat jouw specialiteit? Dat is mijn specialiteit. Ik heb er heel veel. Lekker. Heb je honger? Ik heb altijd honger, dat weet je toch? Dat is waar. Wil je diamantjes? Graag. Heel graag. Wat leuk dat je het vraagt. Het lukt niet om het los te krijgen bij jou. Ik doe mijn best om alsnog wel te blijven praten. Want ik ben heel benieuwd hoeveel woorden ik nou eigenlijk heb gezegd in deze aflevering. Ik heb het idee dat er eigenlijk wel heel erg veel zijn. Maar tot nu toe gaat het best goed. Dat er nog veel meer zijn dan dat we hebben opgeschreven. Andere woorden. Gewoon woorden die we wel mogen zeggen. Dat heel veel woorden zijn die ik heb gezegd. Oh, oké. Het is niet alsof ik de hele aflevering stil ben. Een beetje. Nee. Vind je dat? Oh. Het is er ook echt al uit voordat je het door hebt. Welk woord? Maar jij vist ernaar. Vind je vissen leuk? Heel leuk. Ik heb een idee. We gaan de timer voor deze aflevering... Totdat we gaan vechten, tenminste. Ik heb al een idee wie dat gaat worden. 4 minuten. Oké, maar ik overleef dat nooit. Het worden er wel veel, ja. Oh, ja, leuk! Dat was echt vol. En ik zei ook nog daarna het andere woord. Ik moet voorzichtig zijn. We hebben ook niets productiefs gedaan vandaag. Ik ben echt alleen maar aan het rondwandelen, want ik weet niet wat ik doen moet. Ik snap dat je dat doet. Want het is heel moeilijk. Je durft ook niet echt, hè? Jij wel. Ik wel. Is dat zo? Dat is zeker zo. Ik heb het idee dat ik meer heb gezegd deze aflevering. Dat idee heb ik niet. Is dat zo? Ik denk dat voor de kijkers... die kennen ons ook. Jullie weten, dit is niet normaal hoeveel we doen in een aflevering. Maar ik ben wel heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Want ik vind het best wel leuk, grappig en verfrissend binnen onze serie. Jij ook? Goed zo. Ik ook. Wat goed. Wat goed. Kijk eens eventjes. Ik ben hier flink bezig geweest. We hoeven eigenlijk alleen nog een... Flink. een enchanting table te maken. Dus ik ga nog eventjes een boekje maken. Als jij dan obsidian kan pakken en diamonds. Kan je die even pakken? Dat zal ik doen. Heel fijn. Dan gaan we die enchanting table maken. En dan gaan we daarna denk ik richting de pit. Dus laten we zorgen dat we het aantal in ieder geval op 16 laten. Vind je dat überhaupt hoog? 16 creepers? Ik vind eigenlijk dat die van jou hoger moet. Waarom? Omdat ik niet de pit in wil. Maar dat is toch gezellig? Valt tegen. Valt tegen. Alright, ik ga hier nog even boekjes maken. Want die moeten nog op de... Even kijken. Doppie. Die moeten op de enchanting table. Dan maak ik die hier. Even kijken hoe dat ook weer moest. Was dat nou 1 diamond bovenop of niet? 2 aan de zijkant? Ik denk het wel, eentje. Maar jij hebt de recipe, toch? Ik zit oprecht even te kijken. Oh, hij is nu unlocked. Hij is nu unlocked. Dus dan kijk ik hier. Enchanting. Oh, ik heb hem niet gekregen. Oh, raar. Heb jij hem wel? Die heb ik niet. Oké, dan ga ik even op Google kijken. Enchanting table recipe Minecraft. Ik heb het te lang niet gedaan. Oh, dat is 4 obsidian, ja. Oeh, ja, oeh. Ja. Nogmaals, dames en heren. We zullen waarschijnlijk woorden gemist hebben. Maar jullie begrijpen ook wel dat onze focus daar niet helemaal ligt. Vanaf nu is de challenge officieel... afgelopen! Oh, ik heb verloren. 17-10. Poeh, wat was dit moeilijk. Jeetje.
Ik heb echt een stopwoordje met oh nee. Ja. Ik zeg de hele tijd oh nee, oh nee. Maar het is ook super gebruikelijk om natuurlijk gewoon te bevestigen. Maar inderdaad, als het fout gaat, dan zeg jij snel oh nee. Ja. Nu is het raar om het te horen. Ik vond dit oprecht, vond ik dit echt heel erg grappig. Nogmaals, we hebben echt helemaal niets gedaan. Ik kan helemaal niet meer functioneren als je daar aan het opletten bent. Maar ja, het doel van deze survival is natuurlijk ook niet om zo productief mogelijk te zijn. Dus om elke keer zoveel mogelijk lol te hebben met de aflevering. Ja. Ik heb het idee dat deze aflevering wel gelukt is. Maar de lol is nog niet over. Uh-oh. Ja, je mag je wapen enchanten. Yeah. Dat is het enige wat ik je nog even wil gunnen. En daarna gaan we de pit in. Yo, dat is denk ik wel slim. Zullen we kijken of we een kitje voor jou kunnen maken met blast protection? Want je gaat 17 creepers. Oh nee. Oh, man. Ik heb nu sharpness 1 op mijn iron sword en een breaking 1 op mijn diamond sword. Oké, ik maak nog een iron setje. Of we hebben hier wat iron spullen voor jou. Dan kan je in ieder geval kijken of je misschien protection erop kan gooien. Mocht je wat blast protection krijgen, dat zou wel helpen. Ik ga ze niet allemaal tegelijk erin doen. Dat lijkt me niet eerlijk. Ik heb hier een iron chestplate voor je. En je kan sowieso de rest van je gear even checken. En ik gooi wat iron in de oven. En terwijl jij dan even gaat kijken voor je enchantments, wil ik eventjes iets benoemen. Want dat hebben wij gisteren gedaan over veel lol hebben. Er is, als het goed is, gisteren zondagochtend is er een extra video online gekomen op mijn Brawl Stars kanaal. Dat linkje daarvan vind je in de beschrijving. Want Maisha heeft voor het eerst Brawl Stars gespeeld. Vandaag speel ik voor het eerst met mijn vriendin Brawl Stars. Als zij een potje in haar eentje wint, moet ik voor 100 euro aan dozen kopen. Nou, hoeveel hebben wij gelachen in die aflevering? Ja, dat was cool. Op een gegeven moment heeft Maisha de helft van de controls gedaan. En ik heb de helft gedaan. En het einde had Maisha ook nog een potje in haar eentje gespeeld. Op rank 12 was het volgens mij. Volgens mij was het 12 of 13. Dus best wel een redelijk hoge rang. En als ze die zou winnen, en ik vertel je uiteraard nu niet wat het is om spoilers te voorkomen, maar als ze die zou winnen, dan zou ik voor 100 euro openmaken aan pakketjes in Brawl Stars. Dus wij hebben echt helemaal dubbel gelegen in die opname. Mocht je dat willen checken, check even het linkje in de beschrijving. Ik raad je zeker aan na deze video uiteraard, want we gaan nu eerst nog even de creepers doen. Even kijken, heb jij... Oh, je hebt gewoon allemaal... Nee, je moest Blast Protection erop doen, schattie. Maar dat lukt niet. Oh ja, maar dan hoef je ze niet te... Of ja, je kan ze wel enchanten. Maar ik hoef het niet. Het is voor jou. Nee. Is het trouwens 17? Is dat een beetje wat je verwacht had? Nee, ik had wel verwacht dat ik het een stuk beter zou doen. Dit is wel echt heel dramatisch. Ja, ik had ook het idee dat we beter erin zouden zijn. Ja. Maar ik heb ook het idee dat we heel vaak een dubbele trigger hadden. Omdat we... Eén iets fout zeiden, toen zei je, oh ja, oh nee, oh. Ja, en dan gaat het heel snel. Ja, echt. Ik had inderdaad ook dat ik jou dan verbeter. En dan doe ik het zelf meteen daarna nog een keer fout. Yep. Ik pak 17 eitjes. Zo, niet meer, niet minder. Ga jij maar in staan. Oh nou, jongens, wens me succes. Poep. Alright, ben je klaar voor de allereerste? Oh. Ik doe eerst één. Mooi. We gaan eerst gewoon één doen. Hupsakee, eentje. Oh. Niet mij opblazen. Oh. Oh, dit wordt zo'n drama. Oh, jee. Ik ga het gewoon opbouwen. Nu doen we er twee. Maar eentje was al zo moeilijk. Eén, twee. Kan ik ze elkaar laten opblazen? Wacht. Oh, hoe kan dat nou? Ging die door jou? Nee, niet door mij. Oké, nu maar wordt het er. Niet in de buurt. Drie. 1, 2, 3. Oh nee, ze kwamen inderdaad naar mij. Oh, verdorie. Oh, nu gaan ze naar jou. Oeh. Ah! Oh jee. Ik gooi even wat glas naar beneden. Mag je een beetje repareren dat ze kunnen lopen? En dan knippen we naar dat er weer wat glas in de arena zit. Tijd voor 4 creepers. Oh. En hoeveel heb ik er dan gehad in totaal? 7? Je hebt er dan... Nee, nu heb je er al 6 gehad. Oké. Dus er komen er 4. Ik doe ze alle 4 aan deze kant. 1, 2, 3, 4. En ik ga weg, anders gaan ze op mij. Zo. Oh. Oh, eentje zit nog steeds op mij. Oh, nee, de turtle! Oh. Verdorie, die creepers. Oh, hij gaat op jou. Oh. Ik ging nou af. En we gaan de laatste 7 erbij doen. Oh, die zit eronder.
Zeven! 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 Kom hier! Ze blijven op jou gaan! Ze blijven op mij gaan! Kom op jongens! Pak haar! Ik vind het helemaal top! Ja, die ging... Ah, verdorie, stomme, domme creepers! Hey. Nou, je moet de laatste nog. Oh, die staat wel naast je! En waarom kijkt hij nou naar mij? Jij bent toch veel te... Nou, oké, die challenge is misschien niet helemaal goed gegaan. Maar alsnog was het een hele leuke aflevering. Hopelijk vond u het ook leuk. Check dus ook deze video zekerst te weten. Want daar speelden Maisha en ik samen Brawl Stars. En dat was ook ontzettend leuk. Dus check die video. En wij zien jullie volgende keer weer bij een nieuwe survival. Tot volgende keer, mensen. Doei. Ciao.